Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Tuinvogels en insecten zijn eigenlijk de huisdieren van iedereen. En die moeten we wel lokken. Dus ben je nou benieuwd hoe je die tuinvogels en nuttige insecten naar je tuin toe krijgt? Dan moet je blijven kijken. Wat je de laatste jaren eigenlijk ziet, is dat steeds meer natuur verdwijnt. Er gaan snelwegen door plekken waar bossen staan. Struiken worden weggedaan. Alles wordt eigenlijk makkelijker gemaakt. Hier, je maakt tegeltjes, het gras gaat weg, struiken gaan weg, want het is makkelijk om op te ruimen. Maar eigenlijk verpest je dan gewoon de huisjes van vogels en van insecten. Dat is zo zonde, want die vogels en die insecten, die hebben we nou juist zo keihard nodig. Insecten, die bestuiven planten, die zorgen ervoor dat de ene plant hier is, dat die bestuift wordt aan de andere kant en die zorgt eigenlijk daar allemaal voor. Die vogels eten weer zaadjes op. Die poepen ze ergens anders uit en die zorgen ervoor dat de planten ook overal komen. Die zorgen daar eigenlijk allemaal voor. Die vogels die eten ook allemaal ongedierte en andere dingetjes op die je niet wil hebben. En laten we even wel zijn, het is gewoon hartstikke gezellig om het in je tuin te hebben. Want hoe leuk is het als je vogelshuisjes hebt en dat er vogels rondvliegen. Dat er gezellig bijtjes rondzwermen. Ja, dat wil je toch eigenlijk gewoon hebben. Dus ze zijn goed, functioneel. En supergezellig, dus we moeten ze een klein beetje gaan helpen. Wat kan je er nou aan doen om jouw tuin ideaal te maken om vogels te lokken? Want heel veel mensen proberen het en misschien lukt het niet. Maar je moet een aantal dingen hebben. Vogels houden het liefst van een niet al te nette tuin. Ze houden veel van struiken, planten, bomen. Want in die bomen kunnen ze schuilen en daar vinden ze hun eten. Er zit op dit moment geen eten in. Ze kunnen een beetje eten erin gaan hangen, want je kan het hele jaar vogels bijvoeren. Sommige mensen denken eigenlijk dat dat alleen maar in de winter kan. Maar dat is een fabeltje, want je kan ook gewoon in de zomer gewoon wat eten en wat voer erbij gaan hangen. Om die vogels naar je tuin te lokken. En zo zijn er nog een aantal dingen die je kan doen. En die vind je bij de Pets Place. Dus ik heb hier een aantal top dingen gehaald bij de Pets Place. Om jouw tuin ideaal te maken voor vogels. En dat het eigenlijk niet mis kan gaan. Dat jij straks vogels in je tuin hebt. En ook al heb je helemaal geen ideale tuin om vogels in te hebben. Maakt niet uit, want met deze dingen kan je er gewoon voor zorgen dat, ook al heb je een minuscule tuin of een balkon, dat je gewoon vogels er naartoe haalt. In de winter is het lekker voor die vogeltjes om een extra vetlaagje te hebben. En in het voorjaar, wanneer de nieuwe beestjes geboren worden, hebben ze een extra vetlaagje nodig om de babytjes te voeren, want dat gaat heel veel energie kosten. Dus nogmaals, je kan het hele jaar lang die vogels een beetje bijvoeren. En daarom heb ik dit in de Pets Place gehaald. Dit is echt top. En waarom het top is? Je denkt dat je altijd maar dingen moet ophangen in de boom en dat je een boom ervoor nodig hebt. Maar dat is helemaal niet zo, want de Pets Place heeft zoiets tops. Dit is een bird swing. En een swing is een schommel, maar dat is dit niet. Dit is zeker niet om te schommelen. Dit is om lekker voer mee op te hangen als je geen boom hebt. En die bird swing, ik heb het dus nog nooit gezien, maar het is echt een geweldige uitvinding. Heb je dus helemaal geen boom voor nodig. Je hoeft gewoon iets te hebben waar het op kan plakken. En iedereen heeft wel even een half metertje over om die bird swing op te plakken. Hoe werkt het nou? Hier, Pets gaat er zo op. Nou, dan hebben we deze. Het werkt wel het beste op glas, moet ik zeggen. Want daar kan je goed die zuignopjes op doen, dat weet je wel. Van speelgoed ook. Nou, hier knal je hem erop. Het bovenste ding om goed stevig te houden. En dan heb je hier het haakje. Het is echt super stevig. Kijk, ik kan aanhangen. Nee, een koolmees wel. En een rood bosje ook lekker. Dus hier hebben we dit haakje. Hier hangen we die vetbol aan. En dan denk je, waarom heet het een swing als het een voederding is? En je hangt dus gewoon heel easy, gewoon zo hier. Pef, dat ding aan op. En dit is helemaal top. Die vetbollen, die is echt, vogels vinden dat geweldig. Makkelijk snel eten. En wat nou zo top is, als je het zo hier aanhangt, kan je gewoon vanaf binnen heel makkelijk kijken. En dan kan je gewoon kijken vanaf het ontbijt, hoe hier de vogeltjes ook aan het ontbijten zijn. En dit haakje is niet alleen gemaakt voor vetballen, je kan echt letterlijk van alles aanhangen. Dus je hebt wat brood over, hang je het hier aan. Je kan er echt ieder ding wat je eraan wil hangen, kan je eraan hangen. En dat kan je eigenlijk zo gebruiken om de vogeltjes te bekijken en lekker bij te voeren. Het is echt geweldig. Die vetbol die we daar dus hebben hangen aan die swing, is helemaal top. Wat we daarnaast ook kunnen gebruiken is dit transparante, doorzichtige voederhuisje. En dat is op meerdere manieren handig. Je kan namelijk heel goed zien wanneer die op is en hoe vol die nog is. Dus je kan hem zo lekker, het is echt weer heel easy. Je haalt dat vogelvoer
giet je erin. En je kan van precies zien hoe vol die nog zit. Dus stel ze zijn aan het opeten. Kijk, het zakt er zo doorheen. Hier vallen de zaadjes. En als de hele tijd meer op is, valt het de hele tijd doorheen. Nou, is hij op, voeg je gewoon weer nieuw toe. En dit transparante voederhuisje kan je ook weer gewoon, dat is zo handig aan die dingen van Pets Place, kan je gewoon eens ophangen, hier zo, aan je raam. Nou, die hangen hier op. Je kan weer gewoon vanaf binnen gewoon vogels van zo dichtbij bekijken. Ik zie ze altijd verder in de tuin. Ik had dit niet. Ik heb zo'n normaal vogelhuisje wat daar hangt. En dan zie je ze zo ver. Maar nu hou je ze gewoon echt naar het raam toe. Kan je ze gewoon hier zo van binnen, kan je gewoon hier die koolmees zien eten. Dat is echt helemaal top. Dus dan heb je deze, die is top. En die Fatball Swing. Is top. Nou, zo'n doorzichtig voederhuisje is super leuk. Kan je ze vanaf dichtbij heel goed bekijken. Maar hier hebben we nog ook iets superleuks. Dit is een voederrestaurant. Van de Pets Place, ook echt heel leuk. En die kan je dus in je boom hangen. Het is heel geinig. Het dak kan er letterlijk en figuurlijk af. En dan gaan we er zo voer in gooien. En dat is dus super handig als je die zak met voer haalt bij de Pets Place. Want dan heb je gelijk voor iedere vogel in de tuin te eten. Bijvoorbeeld de vinken en merels. Die houden er heel erg van om een beetje over de grond te scharrelen. Dus dan pak je wat. Strooi het zo op de grond, natuurlijk wat meer. En dan strooi je dat zo over de grond. Nou, dan komen daar op af de vinken en de merels. Een roodborstje, die waardeert het weer als je een soort voedertafeltje hebt. Dus die roodborstjes die ga je echt in die en in deze zien. Nou, giet je dit erin. Net zoals bij die andere. Het voederrestaurant. Gaat het dak weer dicht, hang je hem op. Die hang je gewoon aan een takje hier, super handig. Hang je eraan. En dan heb je hier een beschut, superleuk voederrestaurant. Nou, dit is dus geweldig voor die roodborstjes met zo'n voederplateautje. En dan heb je nog bijvoorbeeld ook iets schuwere vogeltjes, zoals de hegemus en de winterkoning. Hele leuke vogeltjes, maar die vinden tot zelfs dit nog een beetje eng, zo'n glazen ding al helemaal. Dus dan pak je wat van het geweldige voer en dan strooi je dat een beetje zo in de struiken, onder de borstjes. Zodat je eigenlijk al die vogels, die zie je dan helaas niet, maar dan heb je wel ook hun nog een beetje te eten gegeven. Allemaal met één zak. En naast de vogels die we een handje kunnen helpen, hebben de insecten ook een klein beetje hulp nodig. Want insecten zijn super belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan je denkt. Want bijvoorbeeld een lieve heersbeestje, die eet bladluizen op. Nou, zorgt er ook voor dat al die bladeren nog goed blijven. Spinnen, die maken met die mooie spinnenwebben, zorgen ze ervoor dat de muggen erin vastkomen. Eten ze lekker op, zodat wij niet gestoken hoeven te worden. Je hebt bijvoorbeeld de sluipwesp ook nog, die eet processierups op. Weet je wel, die ene rups die in de boom zit, waar je allemaal kriebel van krijgt, die eet die sluipwesp op. Dus eigenlijk zijn insecten super belangrijk. En dan kunnen we ze een klein beetje helpen, op zijn minst, met zo'n insectenhotel. En dit is echt helemaal top, ook bij de Pets Place gehaald. En met deze kan je die insecten helpen. Je moet zorgen dat je hem op een goed zonnig plekje hangt, in de buurt van planten, bloemen, gewoon op een gezellig plekje. Want die insecten die gaan natuurlijk ook die bloemen helpen verstuiven. Als we die insecten niet zouden hebben, zouden de bloemen ook allemaal niet meer voort kunnen planten. Dus je zet hem ergens. Nou, hier is het bijvoorbeeld top. We hebben nu geen bloemen hier, maar dit zijn wel lekker planten en zo. Nou, dit lijkt me een perfecte plaats. Een beetje in de buurt van planten en mooi in het zonnetje. En dan haal je dit eraf en dan is het huis eigenlijk helemaal klaar om te gaan. Zoals je ziet zitten er allemaal verschillende gaatjes. Het is namelijk ook echt voor alle soorten insecten. Hier gaan bijvoorbeeld goed kevers in zitten. Dit wordt gevuld door wespen gebruikt. De hommel. Die vindt dit een topplekje. Dus die kunnen eigenlijk daar met z'n allen gewoon inleven. Spinnen kunnen hier ook prima aan wonen. Echt werkelijk waar. Voor alle dieren heb je hier gewoon een huis in één. Zo'n insectenhotel kan je eigenlijk gewoon niet missen in je tuin. Ik ga hem daar laten staan en ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of ik dus binnen nu en de komende tijd veel meer insecten en vogels in mijn tuin gekregen. Ik zou zeggen, haal deze dingen, want je tuin wordt veel gezelliger door. En ik doe het ook. Dus jullie doen het ook natuurlijk. Oké, jongens, voor nu wil ik zeggen, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en hier beneden te abonneren. Dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Later!